Vorige week zagen we hoe de voorzitter van FC Bal op het Dak met het plan kwam om Foxy naar zijn club te halen. Maar Fred Rutte weigerde hier natuurlijk aan mee te werken. Ah, hier, kijk, jij geeft het zelf al aan. PSV-logo zit in zijn hart. Foxy gaat hier niet weg. Hij wil zelf niet weg. En hij mag ook niet weg. Maar de voorzitter wil Foxy koste wat het kost bij zijn club hebben. En dus bedenkt hij een gemeen plan. We gaan Foxy morgen gewoon paars maken in de kleuren van FC Bal op het Dak. Dan moet hij wel naar onze club toe komen. Want dan is hij geen mascotte meer van PSV. Vanochtend is Foxy extra vroeg opgestaan om klusjes te doen op de hertgang. Foxy maakt de velden klaar, zodat de selectie kan gaan trainen. Maar wat Foxy niet in de gaten heeft, is dat de voorzitter en de trainer ook al op de hertgang zijn. En onze grote vriend heel goed in de gaten houden. Werken geniet Foxy van een welverdiend kopje thee in de kantine van de hertgang. Hey Foxy, wil je even mee naar buiten lopen? Staat een meisje die wil met jou op de foto. Voorzitter, dit is onze kans. Kom hier, Slomen. Daar zijn we te laat. Foxy, hoe is het? Ga je mee trainen? Buiten? Ja? Mooi. Is dat jouw thee? Oh, oké. Wij gaan alvast. Tot dadelijk, hè? Oké. Okay. Doei. Hey, waar is die Foxy? Wat is dat? Mijn paard. Wat is er gebeurd? Yes! Het is ons gelukt, hij is paars. Oh, Foxy, hoe zie je eruit? Wat heb jij gedaan? Nou, ik zal eens even een dokter bellen, dus we kunnen meteen naartoe, want dat kan niet goed gaan. Hallo, dokter van Hogeband. Ja, ik stuur nu met spoed Foxy naar u toe, moet op de MRI. Groot probleem. Foxy is ten einde raad. Hij is helemaal paars. Kan hij nu wel mascotte blijven van PSV? Gelukkig heeft Mart van de Heuvel een afspraak gemaakt met de dokter van PSV, Kees Rijn van den Hogeband. Kan hij Foxy helpen? Of is het plannetje van de gemene voorzitter gelukt en moet Foxy de rest van zijn leven mascotte zijn van FC Bal op het Dak? Laten we hopen dat de dokter Foxy kan helpen weer normaal te worden.